deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een kletsvideo voor jullie. Maar deze keer is hij iets anders dan anders. Het is vandaag namelijk tijd voor een video waarin ik ga terugkijken op de afgelopen 22 jaar. En waarom in het specifiek? Ik ben namelijk morgen jarig. Op 21 januari word ik namelijk 22. En ja, natuurlijk woensdag en zondag, dat zijn mijn uploaddagen. Dus ik dacht, na één dagje voor mijn verjaardag, dan is deze video wel het handigst om te plannen. Ik heb namelijk laatst teruggekeken naar oude foto's. Een beetje teruggekeken op hoe de afgelopen jaren waren. En ik vind het elk jaar wel leuk om er een beetje stil bij te staan van, hey, hoe was het nou? Maar dat heb ik eigenlijk nog nooit op een video gedaan. En ik maak deze video dus niet alleen voor jullie, ook zeker voor mezelf om er later op terug te kunnen kijken. Maar ik vind het ook gewoon leuk om dit eens gewoon met jullie te delen, om wat meer terug te kijken naar mijn childhood time. Wat ik allemaal geleerd heb de afgelopen 22 jaar en hoe ik het een beetje ervaren heb tot nu toe. En ja, wat natuurlijk een beetje de volgende fase zal zijn. Ik zou zeggen, pak er even wat lekkers bij, ga er lekker voor zitten. En dan wens ik jullie heel veel plezier met kijken naar deze video. Nou, voordat ik deze video begon was ik een beetje benieuwd of dat ik wel make-up ondertussen ging doen of dat ik niet make-up ondertussen ging doen. Ik weet namelijk dat jullie die kletsvideo's eigenlijk altijd heel erg leuk vinden. Ik vind het ook heel fijn. Het is inmiddels een beetje een uitlaatklep als ik af en toe mijn hoofd een beetje vol zit. Ik ben echt best wel een denker, ook heel erg een doener, maar ook heel erg een denker. En dan is het heel erg fijn om af en toe, in plaats van sommige mensen schrijven het op. Ik ben niet zo van de letters en schrijven en alles. Ik praat liever en dan heeft het voor mij ook altijd wel even een fijne, allemaal weer even het hoofd uit is. En als je even weer lekker je verhaal hebt kunnen doen. En deze video's zijn niet allemaal altijd heel negatief geladen, in tegenstelling. Het is juist altijd gewoon leuk om eens even te kletsen over dingen die je bezighouden. Maar in deze video wil ik dus meer eigenlijk gewoon wat persoonlijker ingaan op hoe mijn, ja, dat klinkt heel beladen, leven de afgelopen 22 jaar is geweest. En daar heb ik dus ook wat foto's van gevonden. Ik heb afgelopen weekend namelijk weer wat oude foto's uitgezocht. Ook omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind om één keer in de zoveel tijd eens een keertje te bekijken. We hebben vroeger ook een videocamera gehad. Dus ik heb eigenlijk op hele jonge leeftijd al een carrière als vlogger gehad, zou je kunnen zeggen. Ik vond het altijd helemaal leuk, zo'n camera. Maar ja, dat is heel lastig om die beelden weer op de computer te krijgen. Het zit serieus gewoon echt in oude cassettebandjes. Maar foto's inscannen, dat was op zich wel te doen. Ik kwam natuurlijk nogal wat foto's tegen die inmiddels wel gewoon digitaal waren. Maar ook een paar die ik gewoon heb ingescand. En dan kom je dus ook very old childhood memories tegen, waarvan je denkt, cute! En toen dacht ik, nou, misschien is dat wel leuk, ook voor mezelf, om gewoon in de video te doen. Dus normaliter praat ik eigenlijk wat minder over mezelf, wat meer om de dingen om mij heen. En deze video zal dan wel iets meer over mij persoonlijk gaan. Het leek me gewoon wel eens leuk om een keer wat meer erover te vertellen. Maar ik wil deze video eigenlijk natuurlijk voornamelijk voor mezelf maken. Misschien een beetje als boodschap voor, ja, de volgende 10 jaar, zeg maar. Dan ben ik 32. Damn. En dan ben ik gewoon benieuwd hoe dat ik er dan op terugkijk. En oude foto's die je misschien ooit een keer kwijt kan raken, heb ik dan in ieder geval altijd op het internet staan. Dus het leek me wel heel erg leuk om die er ook in te doen. Nou, ik ben dus een beetje aan het cheaten, want ik ben dus niet vandaag jarig, maar morgen. Dus eigenlijk ben ik een klein beetje aan het cheaten in deze video, maar morgen ben ik dus jarig. Dus 21 januari 1997 ben ik geboren. En ik ben geboren in het Beatrix ziekenhuis hier in Gorinchem. En nu is het wel heel raar om dit te zeggen, omdat ik natuurlijk sinds dit jaar weer in Gorinchem woon. Dat is echt, childhood memories. Ik ben ook heel veel foto's tegengekomen van ons oude huis. We hebben, voordat we hier gingen wonen, ben ik eigenlijk in totaal mijn leven tot nu 4 keer verhuisd. 2 huizen in Gorinchem, eigenlijk 3 huizen in Gorinchem dan. En eentje in Woudrichem. En het is altijd wel heel grappig om daar een beetje naar terug te kijken, naar oude foto's. Vooral eigenlijk het eerste huis waar we woonden. Toen was ik dus echt nog een baby. Daar hebben wij, gewoond toen ik 2 of 3 was, zijn we verhuisd naar de binnenstad van Gorinchem. Ja, tijd als baby. Ik denk dat de meesten daar niet zo heel veel meer van afweten. Ik weet nog wel heel goed, dat is me later natuurlijk verteld, dat ik voor een baby, want dat vragen altijd heel veel mensen, was jij vroeger al zo groot? Het ligt natuurlijk totaal aan, wat vind je groot? Kijk, weet je, ik ben 1,90. Ja, I know. Dat is groot. Dat is lang vooral. En dan vragen ze natuurlijk van, joh, hoe groot was je dan als baby? Nou ja, ik was volgens mij 56 centimeter, dat ik dat wel eens ergens heb gelezen. Dat is voor een baby op zich aan de lange kant. Ik was niet zozeer zwaar, ik was meer lang. Dus om gelijk even die vraag te beantwoorden, ja, ik was vroeger ook al groot.
Maar wat wel zo is, ik was als baby was ik lekker vol. Lekkere wangetjes. En mijn moeder zei altijd dat ik een beetje op een Michelin poppetje leek toen ik een baby was. En als ik die foto zo terugzie, dan herken ik wel een beetje het Michelin poppetje erin. Maar goed, ik denk dat alle baby's lekker mollig en rond zijn. En het hoort er gewoon bij. Ik vind het wel grappig om mezelf terug te zien op babyfoto's. Vroeger werd er ook heel vaak gedacht dat ik een Aziatische afkomst had, omdat ik best wel een beetje met mijn ogen kneep vroeger. En als baby is dat natuurlijk op zich niet zo heel raar, want je ogen zijn nog niet helemaal open en vergroeid. Maar als je wat ouder wordt, dan is het natuurlijk een beetje raar als je een beetje, ja, spleetogen hebt op de foto's. Op een of andere manier was dat altijd mijn lach, dat ik een beetje spleetogen had. Dat is in ieder geval wat ik me nog een beetje kan herinneren van mijn tijd als baby. Wat ook zo is, en ik heb daar niet echt veel foto's van kunnen vinden, maar ik ben dus geboren met echt pikzwart haar. En ik ben nu gewoon, ja, donkerblond. Dit is ongeveer wel een beetje mijn eigen kleur. En ik weet nog zo goed dat mijn ouders echt tientallen jaren geleden op een gegeven moment een keer een foto aan mij lieten zien van mijn vader met een kindje in zijn arm. En toen dacht ik eerst dat het een van onze vrienden was als baby. En toen dacht ik zo van, oh, die was vroeger wel heel donker qua haarkleur. En ik dacht dus ook dat het een jongetje was. Over mijn eigen, hè? Hoor je goed? Oké. Okay. Maar ik bleek het dus te zijn. En ik had dus zwart haar toen ik net het ziekenhuis uitkwam. Dus dat was ook wel grappig. Dus zo zie je maar hoe dat allemaal heel erg kan veranderen. Ik had wel hele donkere ogen. Dat heb ik op zich nog steeds wel. Ze zijn wel iets lichter geworden als ik naar de foto's kijk. Maar bruine ogen, dat heb ik echt van mijn moeder. Die heeft ook bruine ogen. Ik weet altijd nog wel dat ik altijd heel erg dol was op beren. Echt van die hele grote beren hadden wij thuis. En dat vonden mijn ouders vroeger ook gewoon echt leuk. Maar ik werd daar altijd bij op de foto gezet. En dan zie je me echt een beetje zo kijken, zo van beren, yay! Dus dat is altijd wel heel geinig om dat terug te zien op foto's. Ik heb serieus echt als peuter en nog best wel aan de middelbare school, kort voor de middelbare school toe, echt wel een obsessie gehad met knuffels. Als wij dan naar de speelgoedwinkel gingen, dan was het eerste wat ik wilde een nieuwe knuffel. Dus dat is er wel een beetje ingebleven. Ik vind het gewoon nog steeds leuk en schattig en fluffy. En alles wat zacht is, dat vind ik helemaal leuk. Word ik gewoon ontzettend vrolijk van. Nou, als baby was ik dus al wat aan de lange kant. Toen ik wat ouder werd, een jaar of 1, dat zie je ook echt wel terug op foto's, vind ik mezelf voor een 1-jarige er niet uitzien als een 1-jarige. Ik had net zo goed een 3-jarige kunnen zijn. Vooral deze foto vond ik dat best wel erg zichtbaar. En ik weet dat ik hier 1 word door de verjaardagsmuts. Voor de rest zou ik het echt niet kunnen zien vanaf de buitenkant. Dat blijft echt lastig om te zien. Nou, dan ben je natuurlijk op een gegeven moment ietsje ouder. En dan ga je natuurlijk naar de buitenspeelzaal, kinderdagverblijf, hoe je het wil noemen. Daar weet ik niet zo heel veel meer van. Ik heb wel echt een heel boek gevonden. Daar hebben mijn leidsters, noem ik het dan maar even, vroeger altijd ingeschreven op de kinderdagverblijf. Dat ik bijvoorbeeld niet zo van leverworst hield vroeger op brood. Still doesn't change. Ik vind dat echt het gorste wat er bestaat op brood. Terwijl heel veel mensen het echt heel erg lekker vinden. En vooral kinderen, ik hield er niet zo van. Het was altijd of leverworst of smeerkaas. Nou, dan was het echt absoluut smeerkaas. Want leverworst, bleh, gewoon. Dus in die zin, sommige dingen veranderen nooit. Ik hou nog steeds niet van leverworst op een boterham. Maar ook gewoon verder ook niet. Ik weet nog wel, en zeker als ik naar de foto's ook kijk op het kinderdagverblijf, dat ik daar, ja, heel erg in mijn sas was of zo. Ik vind dat ik er erg happy uitzie overal. En ik kan me nog wel herinneren dat ik op dat moment, wat ik nog kan herinneren, dat ik niet zo heel veel moeite had met vriendjes maken daar. Dat was toen je nog heel jong was, allemaal een heel stuk makkelijker, kan ik je vertellen. En toen ging dat eigenlijk best wel vanzelf. En als je oude foto's terugziet, dan herken je puur nog mensen hoe ze eruit zagen als baby. Ik zou ze nu op straat niet eens tegen, als ik ze zou tegenkomen, niet eens herkennen. Wat wel grappig is, ik ben sowieso wel goed met namen altijd. Weet ik serieus gewoon de namen nog van degene die op de foto's staan. Dat is echt heel sick. Ik weet ook niet wat dat is met namen. Ik onthoud serieus ook van random mensen die ik misschien eigenlijk bijna nooit meer zie, verjaardagen. Waarom zou je dat onthouden? Ja, I don't know. Gaat vanzelf. Ik kwam ook nog foto's tegen dat ik bij de peuterspeelzaal heel vaak buiten speelde in de sneeuw. Dat was sowieso echt mijn ding. Ik ben natuurlijk in de winter geboren. En ook al is het met bijvoorbeeld autorijden, is de sneeuw echt vreselijk. Als kind was ik echt dol op de sneeuw. En nog steeds vind ik sneeuw heel leuk. Ik vind het gewoon heel mooi. En als alles zo heel mooi wit is en er lekker zo'n zonnetje op schijnt, dan kan ik echt zo intens van genieten. Dan vind ik het echt wel jammer dat het in Nederland zo weinig sneeuwt. En het grappige is, toen ik geboren ben, sneeuwde het die dag.
En na al die jaren heeft het één keer weer gesneeuwd op mijn verjaardag. En dat was volgens mij toen ik 18 werd, volgens mij. 19 of 18 werd. Dus dat was echt wel heel grappig. Toen sneeuwde het ook. Alleen het nadeel daarvan was dat heel veel familieleden dus niet konden komen die dag. Omdat het dus echt een flink pak sneeuw lag. Maar ik ben wel echt een wintertype. Je zou misschien dat niet zeggen, want ik vind de zomer op zich ook leuk. Maar het is vooral erg warm. Nou, ik kwam natuurlijk ook foto's tegen van toen we verhuisd waren. En volgens mij was ik toen een jaar of drie, kon in ieder geval al wel gewoon lopen. Dat zie je hier ook op de foto die ik gevonden heb. Daar staan ook mijn ouders en mijn oma op. En het is ook heel grappig om oude foto's te zien van je opa's en oma's. Ik weet natuurlijk precies hoe ze eruit zagen vroeger. Maar om dat dan met nu te vergelijken is echt serieus wel heel grappig. Sommigen zijn echt niks veranderd. En anderen, daar zie je toch wel echt... Dat ouderdom, niet dat ze er minder knap van zijn geworden, maar dat het er gewoon wat wijzer uitziet allemaal ofzo. En dat vind ik serieus wel grappig om te zien. By the way, op deze foto heb ik volgens mij een koekje in mijn handen. En volgens mij zijn dat van die knoppers, heten die koekjes geloof ik. En die doen mij zo erg denken aan die verhuizing. Dat is echt bizar. Als ik ze nu in de winkel zie, dan heb ik al gelijk zoiets van... Oh ja, dat is die verhuizing. En toen hadden we allemaal van die koekjes. Op een of andere manier heb ik daar nog steeds memories naar. Dat ik dacht van, oh ja, dat waren die koekjes. En ik dacht dat ik ze toen heel vies vond. En ik zie mezelf serieus op deze foto gewoon smikkelen van die koekjes. Ik denk echt, huh? Oké, weird. Nou, we hebben daar volgens mij 2 jaar gewoond, als ik me niet vergis. En in die tijd ging ik dus naar de basisschool. En ik heb op de basisschool gezeten, ook hier in Gorinchem, tot en met het groep 3. Dus de eerste en de tweede klas, of eerste en tweede klas, in groep 1 en 2 heb ik dus in Gorinchem op school gezeten en in groep 3. En daar kwam ik heel veel foto's van tegen, echt heel erg veel. En ja, sommige kan ik natuurlijk niet allemaal op YouTube laten zien, want dan moet ik alle gezichten wegcensoren. Om dat allemaal goed te kunnen laten zien. Maar laten we het er in ieder geval op houden dat ik heel erg graag naast de juf zat. Ik kwam mezelf heel vaak tegen naast de juffrouwen, zeg maar, in de kring. Dat vond ik altijd wel heel grappig. Dat klopt ook, want ik vond in groep 1 en groep 2 vond ik mijn juffen echt super leuk. Dat weet ik nog heel goed. En sommige die kom ik nog wel eens tegen af en toe. Dat is altijd echt super grappig. En wat ik ook heel grappig vind, is dat je precies ziet waar ik op dat moment van hield. En we deden in, eigenlijk in groep 1 en 2 deed je heel veel van die projectweken. En dan had je bepaalde thema's. En wat ik bijvoorbeeld tegenkwam is, hadden we een keer een thema mode. En dan mocht je je pop, gewoon zo'n babypop, mocht je dan helemaal aankleden. En met knipsels en plaksels een nieuwe jurk geven. Dus die kwam ik ook tegen. En we hebben een keer een modeshow gelopen. En toen liep ik in mijn pyjama met van die papillotten in mijn haar. Had mijn moeder toen gedaan. Echt zo grappig. En ik weet dat echt nog zo goed. En dan kom je dat een foto tegen en denk je van, oh ja, daar hebben we nog foto's van. Dat is echt wel heel grappig. En ja, ik denk dat als je het sommigen vraagt, dat ze niet zo heel veel meer weten van die tijd. Maar op een of andere manier blijft het bij mij gewoon allemaal heel erg hangen. Op een positieve manier, want ik vind het ook gewoon leuke tijden om aan terug te denken. En wat ik ook nog tegenkwam is dat ik in groep 3 heel erg dol was op dansen. Ik heb vroeger ook op dansles gezeten. Daar heb ik eigenlijk bijna, nou eigenlijk volgens mij geen foto's van. Nee, ik heb ze in ieder geval niet gevonden toen ik aan het zoeken was. En ik heb vroeger op streetdance gezeten en dan was ik echt gewoon, hoe oud was ik toen? 6? Ben je dan 6 in groep 3? Was, ja, 6 of 7. Heb ik dus heel veel gedaan. En ja, ik vond school eigenlijk altijd heel erg leuk. Nog steeds eigenlijk geen moeite mee. Zoals jullie weten, ik ben... Nou, dat klinkt heel raar om te zeggen. Ik ben dol op leren. Maar ik vind het wel gewoon leuk om nieuwe dingen te leren. Want ja, dan heb je weer gewoon wat meer uitdaging, wat nieuwe dingen. Ik hou altijd wel een beetje van wat vernieuwing in het leven. En heb nooit echt moeite gehad met dingen leren of op school zitten. Maar wat er al heel jong in zat, is dat ik niet zo dol was op rekenen. En dat bleek in groep 3 ook, dat ik inderdaad niet echt een rekenknobbel had. Wat me eigenlijk niks verbaasde. Want vroeger, als je dan klein was en je had bijvoorbeeld van die educatieve speelgoeddingen. Alles wat eigenlijk met rekenen en tellen te maken had, dat schoof ik allemaal aan de kant. Ik dacht, ah, dat komt wel weer een keer. En dat vond ik niet zo heel spannend. En ja, gewoon niet zo leuk. Maar dat bleek dus inderdaad te kloppen dat ik niet echt een rekenknobbel had. Ja, uiteindelijk zijn wij dus, toen ik naar groep 4 ging, verhuisd naar Woudrichem.
En dat was echt een beetje zo'n tijd dat het allemaal even heel erg wennen was. Je werd echt een beetje uit je comfortzone getrokken als klein meisje. En ik ging naar een compleet nieuwe school. Een klas met veel meer kinderen, wat eigenlijk heel raar was. Want in een dorp zou je denken dat er veel minder mensen wonen. Maar ik zat in Gorinchem op best wel een kleine school. En toen hadden we een klas met 24 kinderen. En vooral jongens en dan wat minder meiden, maar op zich was het wel redelijk verdeeld. En wat ik nog heel goed weet, is dat ik op een gegeven moment op mijn nieuwe school ging kijken in eerste instantie. En mijn allereerste dag, toen stond ik echt zo naast de juf en iedereen kon binnenlopen. En dan zie je iedereen echt zo heel schaapachtig kijken, zo van... Echt zo, en jij bent? En dan sta je echt zo met knikkende knieën. Hi, ik ben Charmaine. En dan zie je echt iedereen zo van, Charmaine, wat is dat voor naam, weet je wel? Dat weet ik nog zo goed. En het eerste wat iedereen ook altijd, als ik dat nu ook aan mijn vrienden vraag, het eerste wat ze zeiden is, damn, zij is lang. En ja, klopt. Ik was niet volgens mij op dat moment al de langste, maar ik zat wel zeg maar aan de hoogte al van iedereen. Volgens mij was ik wel in groep 3 op mijn oude school. Daar was ik wel volgens mij de langste. En ja, weet je, dat gebeurt eenmaal en daar raak je gewoon aan gewend. En dan zegt iedereen altijd van, goh, vind je dat nou niet raar om de langste te zijn? Ja, weet je, ik heb dat vanaf dat ik in groep 1, 2 zat tot aan de middelbare school gehad. Dus ja, het hoort erbij. Weet je, de een heeft meer baardhaar dan de ander. En ik ben langer dan een ander. Ja, what happened? Ja. Wat ik nog wel heel goed weet is dat in groep 4 ga je op een gegeven moment natuurlijk steeds wat serieuzer in op alle schooldingen. Dan krijg je rekenen, taal, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde. Ik vond geschiedenis trouwens altijd al heel erg leuk. Dat vind ik nog steeds leuk, interessant, dat soort dingen. Ik ben niet echt heel erg van documentaires kijken of zo, maar als het over de geschiedenis gaat... En bijvoorbeeld de oudheid of zo. En dan heb ik het vooral een beetje over het oude Egypte. Dat vind ik serieus echt gewoon heel erg tof en interessante verhalen. Biologie daarentegen is not my thing. Dat was het nooit. Ik vond het altijd echt niet leuk. Het vak biologie echt niet. En niet dat ik niks met de natuur heb. Want op zich vind ik tegenwoordig, vroeger absoluut niet. Door de bossen lopen, ja, dat heeft gewoon zijn charme, weet je wel. Maar... Het boeide mij op zich niet echt vroeger van welke dieren waren zoogdieren, welke dieren dit en welke bloemen dat. En wat voor stuifmeel ze produceerden bij die bloem. Dat was gewoon niet zo mijn ding of zo. Ik kan echt niet zo goed uitleggen waarom, maar ik kon me niet echt goed daarin vinden om dat dan interessant te vinden. Ik weet nog wel dat we in groep 4 echt een hele strenge juf hadden, zeg maar, voor iemand in groep 4. Dan ben je zeg maar net, word je een beetje kind. En dan kind in die zin volwassener kind. En dan is groep 4, dan ben je één keer helemaal macho, weet je wel dat. En dan hadden we echt serieus een strenge juf. En ik zal nooit vergeten, en ik ga het gewoon vertellen, ik ga geen naam noemen, maar ik wil het wel vertellen. Dat was echt zo'n juf dat als je ons moest plassen, dan was het echt zo van, nou, vooruit dan maar, weet je wel. En op een gegeven moment was er één keer een jongen en die zat bij mij in het groepje, zeg maar, waar je dan zat qua tafels. En ik zat zeg maar schuin tegenover mij. Ik zat op de hoek van 4 tafels. En die moest dus heel nodig plassen. En hij mocht gewoon niet gaan van de juf. Nou, op een gegeven moment waren we dus bezig. En ik was in een boek aan het lezen of zo. Ik was opdracht aan het maken. Ik weet niet meer precies wat ik aan het doen was. En ik zie in één keer in mijn ooghoek zie ik druppels van de stoel vallen. En ik dacht echt, wat gebeurt daar nou? Nou, dan had hij zijn broek geplast. Ah, ik kan je vertellen, niet om uit te lachen hoor, maar sinds dat gebeurd is, heeft die juf nooit meer in al die jaar dat ik daar in ieder geval op school heb gezeten, iemand de wc geweigerd. Want daar was ze best wel van geschrokken, dus dat was echt serieus grappig. In groep 5 had ik echt een superleuke juf, dus groep 5 was eigenlijk gewoon een hele leuke, gewoon echt super tof. Volgens mij was het ook in groep 5, ik twijfel even 5 of 4, nee, ik twijfel even tussen 4 of 5. Dat mijn vriendin Birgit bij ons op school kwam. Die is ook verhuisd naar Woudrichem toen. Die woonde er ook nog niet. Nou, daar ben ik dus nog steeds vriendinnen mee. Dus zover, way back, gaan wij al, big. Remember, als je dit ziet. Serieus, zo lang kennen we elkaar al. Dat hebben we allemaal meegemaakt met z'n tweeën. Nou, wat ik nog wel heel goed weet, is dat ik niet echt gepest werd op school. Maar omdat je zo lang bent en omdat ik ook best wel lekker bij de hand was. Vroeger, nog steeds, maar vroeger echt best wel behoorlijk. Viel ik altijd best wel op. En dan hadden ze op een gegeven moment door dat als ik dan opviel, dat ik dan heel heftig kon reageren. Of heel emotioneel of heel kwaad werd.
Nou, er is natuurlijk niks leuker als iemand die boos wordt, iemand die daar verdrietig van wordt, nog meer gaan pesten. Dus even om een lang verhaal kort te maken, ben ik vroeger gepest? Dat ligt er helemaal aan wat jij pesten vindt. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens verhalen gehoord van mensen die echt tot naar huis toe nagezeten werden. Die ooit een keer, nog net niet bedreigd zijn. Kijk, dat heb ik nooit gehad en heel erg fijn. Ik was altijd wel iemand, ik kon redelijk goed voor mezelf opkomen. Maar er waren ook momenten dat ik gewoon even helemaal klaar mee was. Dat je daar gewoon heel onzeker van wordt en voelt dat je er behoorlijk alleen voor staat. En wat ook altijd zo is, is als je natuurlijk heel lang bent, krijg je vaak de schuld van dingen. Dus als er ergens iets gebeurt en er begint in één keer iemand te huilen en ik sta daarbij, was het altijd echt zo van, Charmaine heeft het gedaan. En oké, ik was wel een beetje gebeld vroeger, maar ik was niet zeg maar iemand die elke keer alles deed. Het was meer dat ik altijd bij stond zo van, it wasn't me. En dat was ook echt zo. Nou, ik zal even groep 6 overslaan, want dat is op zich niet heel veel verder anders wat ik in ieder geval tot nu toe verteld heb. Je gaat op een gegeven moment natuurlijk steeds meer moeilijke dingen leren op school. En dan heb ik het vooral over alles wordt weer een stapje hoger. En rekenen bleef gewoon een beetje een ding voor mij. Wel kwamen we erachter een beetje rond groep 6 dat ik waarschijnlijk last had van concentratieproblemen. En dat bleek ook. Ik heb daar later ook, volgens mij was het ongeveer groep 6, 7, dat ik daar op een gegeven moment medicijnen voor ben gaan gebruiken op school voornamelijk. Omdat het voor mij gewoon heel moeilijk was om mij echt te focussen. En ik weet nog zo goed dat als ik bijvoorbeeld opdracht aan het maken was waarvan ja, ik het niet zo heel interessant vond. Dat was dan gewoon totaal afhankelijk van wat het was, bijvoorbeeld biologie. Of begrijp het lezen voor degene die nog weten wat ik daarmee bedoel. Daar vond ik gewoon echt geen klap aan. Dat waren echt van die teksten dat ik dacht van, hier erin, daar eruit. En dan merkte ik gewoon dat ik aan het lezen was, maar ondertussen met mijn hoofd weer heel erg anders was. Als ik bijvoorbeeld aan het denken van, oh, als ik thuis ben, ga ik buiten spelen en schommelen en dat soort dingen. En dan was ik totaal niet meer gefocust met wat ik aan het lezen was. En dan ging je die vragen beantwoorden en was het echt zo van, shit, weet je, wat heb ik nou zojuist gelezen? Dus ja, dat is voor op school gewoon niet zo handig. Je wil uiteindelijk natuurlijk ook wel een beetje naar een goede school, naar je basisschool. Dus uiteindelijk hebben ze mij toen een medicatie gegeven om me daar dus beter voor te kunnen concentreren. Zelf had ik daar eigenlijk ook niet zoveel problemen mee. Alleen wilde ik wel eigenlijk vanaf het begin dat ik daarmee begon, want uiteindelijk is mij natuurlijk ook gevraagd van, joh, wat vind je ervan? Wilde ik niet dat ik er afhankelijk van zou worden. Ik wil wel gewoon mezelf blijven en ik wil het meer zien als een hulpmiddel dan als iemand die helemaal volgestopt wordt met pillen, zo van, zo, die is weer rustig. Daar hoeven we niet meer naar te kijken. Nee, dat wilde ik absoluut niet. Dus het hoort ook gewoon een beetje bij die leeftijd, of dat je dat dan op dat moment nodig hebt of niet. Tegenwoordig zijn de uitspraken, eigenlijk meer de stempels, hoe ik het kan zeggen, ADHD en autisme, heel snel gezet bij mensen. Maar toen ik wat jonger was, was dat wat minder en dan was het wel heel bijzonder als je dan aan de medicijnen zat. Docenten waren in ieder geval altijd nogal van onder de indruk op een manier dat ik dacht van, je hoeft er zeg maar niet de hele dag over te praten. En dan niet zozeer tegen anderen, maar aan mij de hele tijd. Wat vind ik ervan? Hoe voel ik me erbij? En dan dacht ik echt, ja, wat denk je zelf? Dat dat leuk is om daar heel wat over na te moeten denken? Nee. Nou, in groep 7 hadden wij voor het eerst een meester. We hadden altijd alleen maar juffen gehad. Ik herinner me daar nog best wel heel veel van, wat ik sowieso ook altijd heel erg leuk vond op die school. Zoals dat je jarig was. Bijna. Dan hadden ze bij elke klas eigenlijk wel iets grappigs. Bij de 1 hadden ze zo'n verjaardagshoed met zo'n taart. En in groep 7 hadden we een digitaal schoolbord, wat toen echt super fancy was. En daar waren we helemaal blij mee. En dan hadden we een soort van, ja, taart, zeg maar, op het bord. En dan had je zo'n soort spelletje dat je dan die balk moest laten lopen en dan ging die blazen voor je. En dan kwam er dus een liedje uit. Ja, het was gewoon leuk als je jong bent. Dus dat vond ik altijd wel heel erg leuk op school. Nou, als je op een gegeven moment naar groep 8 gaat, dan weet je natuurlijk, oké, schoolkamp zit er aan te komen. En wat ik nog heel goed weet van groep 8, dat ik op een gegeven moment steeds meer besefte van, oké, we zitten dus bijna gewoon op de middelbare school. En in principe kon ik eigenlijk met iedereen altijd wel goed opschieten. Ik bleef altijd wel een beetje iemand die toch wel een beetje opviel. Ook al wilde ik dat niet per se altijd. Maar ja, zoals ik al vertelde, dat gaat gewoon echt vanzelf op het moment dat je zo lang bent. Het is ook wel zo dat ik gewoon ook opval als ik het zelf doe, maar heel vaak is dat niet altijd bewust en hebben anderen dat niet per se door. En dan denken ze juist van, oh, diegene heeft allemaal aandacht, maar nee, juist niet. Leave me alone! Maar ja, dat kan je natuurlijk niet van iemands gezicht aflezen op het moment dat hij ergens bovenuit steekt. Laat ik het zo zeggen, je wordt nogal gauw bemoeial genoemd, ook al zeg je niet eens iets.
Maar goed, op schoolkamp hadden we dus, even kijken, volgens mij hebben we daar een weekend gezeten. Of was het nou een hele week? Ik weet het eigenlijk niet eens meer. Ik weet nog wel, ook omdat we daar dvd's van hebben. Ze hebben namelijk alles gefilmd toen. Echt zo grappig. En ik vind het ook echt heel leuk om dat te kunnen bewaren voor altijd. En dat ook gewoon af en toe eens een keertje terug te kijken. Het is in ieder geval bijzonder dat je gewoon echt bewegend beeld hebt van jezelf. Vooral stemmen is echt bizar hoe erg dat verandert. Ik vind persoonlijk mijn eigen stem niet heel erg veranderd. Wel bijvoorbeeld als ik nu al kijk naar YouTube video's van helemaal in het begin en nu, is mijn stem wel iets anders. Ik spreek veel meer voluit. Niet echt heel verlegen of ingetogen meer. En ik merk dat ik dat in het begin wat meer deed als ik het nu ga vergelijken. Een beetje bescheidenheid moet kunnen. En wat ik nog wel heel goed weet is dat we een bonte avond hadden op het schoolkamp. En dat ik echt serieus de grappigste dingen voorbij heb zien komen. Dat er echt gewoon serieus dingen gedaan werden. Zoals dansjes van Katy Perry, Hot and Cold. Dat iemand het liedje van Schatje mag ik je foto. Of de toppers gingen nadoen. Mamma Mia, er kwam echt van alles voorbij. En ik vind het echt serieus zo grappig als ik dat terugzie. Hoe iedereen zo is veranderd. En wat eigenlijk wel grappig is, de meeste vrienden waar ik nog contact mee heb, zijn echt wel vrienden die ik eigenlijk nog vanaf de basisschool heb. Niet allemaal natuurlijk, maar toch best nog wel aardig wat vergeleken met de rest van de klas. En dan is het zo grappig om nog eens een keer anderen tegen te komen. Of laatst heb ik een keer weer een reunie gedaan. En dan kijken ze om je heen en is het echt zo van, wauw, weet je. Iedereen is aan de ene kant zo veranderd, aan de andere kant zo niet. Ik herken echt gewoon nog iedereen. En ik heb ook echt met niemand verder problemen of zo. Kijk, weet je, tuurlijk vroeger kon ik iemand zijn strot wel eens omdraaien als die wat lullig zei. Maar ja, het hoort een beetje bij de leeftijd. Het heeft ook wel een beetje zijn charme. En degenen die dat vroeger juist deden, zijn nu gewoon hele andere mensen geworden. En ja, weet je, het heeft helemaal geen zin om daar geïrriteerd of zo over te blijven. De meesten weten het al niet eens meer wat dat voor jou betekend heeft. Nou, toen hebben we uiteindelijk natuurlijk ook nog een eindmusical gehad in groep 8. Ik vond het vroeger altijd al heel erg leuk om musical dingetjes op te voeren. En toneelachtige dingetjes te doen. Ik vind het nog steeds heel erg leuk. En acteren en toneel, dat ja, heeft altijd wel een beetje mijn aandacht getrokken. Of het ook ooit zou kunnen gebeuren, you never know. Ik heb genoeg geoefend op YouTube, zou je kunnen zeggen. Maar ik vond het in ieder geval wel altijd wel heel erg leuk om te doen. En in de schoolmusical in groep 8 had ik toch wel, nou ja, de hoofdrol is hard gezegd, maar toch wel aardig wat te vertellen. Ik moest zelfs een liedje zingen. Dat was serieus echt grappig, want ik kan echt totaal niet zingen. Tenminste, voor mezelf in de auto. Dat vind ik heerlijk om te doen. Maar voor de rest zegt iedereen altijd van, nou, stop maar, doe maar niet. Sla de voice maar over. Dus dat is altijd wel heel grappig. Nou, uiteindelijk ben ik natuurlijk groep 8 ben je dan op een gegeven moment klaar. En dan ga je dus naar de middelbare school. Nou, in het begin ben je helemaal van, oh yes, ik ga naar de middelbare school. En ik ben helemaal stoer, ik ben helemaal dit, ik ben helemaal dat. En je vindt het helemaal leuk. En op een gegeven moment zit je dan op de middelbare school. En dan komen zeg maar allemaal andere scholen natuurlijk bij elkaar eigenlijk. Mensen die je helemaal niet kent, die ook weer uit andere dorpjes kwamen in mijn geval. En ik had natuurlijk mijn vriendin Birgit, ging naar dezelfde school. Dus die heb ik ook nog op de middelbare school al die jaren als vriendin gehad. En dat was op zich wel fijn, weet je. Dan heb je gewoon altijd iemand waar je op kon terugvallen die echt precies weet hoe je bent van beide kanten. Zowel ik van haar als zij van mij. Dat was altijd wel heel fijn. En nog een paar andere vrienden die ook meegingen. Ik merkte wel dat ik op de middelbare school in eerste instantie eigenlijk, als ik er nu aan terugdenk, best wel heel erg onzeker was. Weet je, als brugsmurf, ook al ben je niet echt een smurf, is dat toch wel even heel erg wennen. En je bent niet zozeer bang voor mensen van de bovenbouw. Maar het is toch altijd wel een dingetje of zo. En zoals het in boeken beschreven staat, noem maar even de Hoe overleef ik boeken. Laf die boeken toen ik zo jong was. Maar het is echt wel een beetje waar. En hoe dat precies komt, dat weet je eigenlijk ook niet. Maar het eerste jaar van de middelbare school was best wel even wennen. En ik moest echt wel even een beetje landen. Ik kan me nog wel heel goed herinneren dat ik in het begin echt een beetje de kat uit de boom keek. En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik eigenlijk totaal niet zo in elkaar zit. En meestal eigenlijk eerst heel veel ga roepen. En dan pas een beetje op de achtergrond blijf. Maar in dat begin was ik echt wel een beetje zo aan het rondkijken van, oké, die gaat met die optrekken. Die doet met die dit. En dat zijn wat meer de praters uit de groep. Dat zijn wat meer de leiders. En ik zat er een beetje tussen. En gewoon met mijn eigen vrienden gewoon lekker een beetje te chillen. Qua vakken op school en zo. Ja, ik wat me nog heel goed kan herinneren. Dat vond ik in ieder geval. Ik heb nog VMBO gedaan. Dat ik bak
taken van het huiswerk kregen. Waar ik nu echt niet meer over na wil denken gewoon. Wat achteraf, ja weet je, wat valt mee? Ik vond het op dat moment in ieder geval dat ik dacht van hallo, mag ik ook nog ademen als ik thuis kom? Maar ik weet nog wel heel goed dat er heel veel docenten waren die ik wel echt gewoon heel erg leuk vond. Waar ik goed mee kon opschieten. En ja, ik had eigenlijk nooit echt moeite met mijn docenten. Tuurlijk heb je er altijd van die types tussen dat je denkt van... ver naar achteren jij. Maar eigenlijk vond ik alles op zich wel oké. Okay. We hadden bijvoorbeeld vakken zoals handenarbeid, wat ik op zich wel grappig vond. Gym hadden we elke keer ook weer een andere docent, dat was ook wel grappig. Maar ik kan me eigenlijk nog vrij weinig herinneren van het eerste jaar. Het tweede jaar werd ik wat losser, kwam ik wat meer uit mijn schulpje gekropen. Gingen ook wat meer klassen met elkaar mixen, die bijvoorbeeld weer een niveau omhoog waren gegaan of juist weer naar beneden. Die kwamen dan bij ons in de klas of die gingen er weer uit. Maar wat altijd wel een beetje was, ook de middelbare school was niet zo'n hele grote school waar ik op zat. Wat ik aan de ene kant wel fijn vond, want dan zou je zeggen dat je op een gegeven moment wel snel je plekje gevonden hebt. Maar aan de andere kant weet echt iedereen wie je bent. En dat is iets wat ik echt vreselijk vind van wonen in een dorp. En dat ik echt veel fijner vind aan de stad. Er zijn veel meer mensen. En tuurlijk, er kennen heus wel een paar mensen kennen je, maar echt niet iedereen. En op de middelbare school was dat echt een dingetje. Sowieso als je riep van, weet je, de Lange of Lange Jan, giraf. Nou, dan wisten we al gelijk over wie we het hadden. Hi! En ja, dat was niet altijd leuk. Dat heeft ook wel eens mindere momenten gehad. Maar dat hoort er een beetje bij. Maar dat was vooral in de tweede klas dat ik gewoon ja, weer een beetje ertussen liep. En ik was niet echt heel populair. Ik was niet echt heel erg iemand die heel veel gepest werd. Ik liep er een beetje tussendoor. En ja, de ene keer trok je ook meer met populaire mensen om. En de andere keer niet. Ik ben ook niet iemand, ik wil niet per se populair zijn. Tuurlijk, het is hartstikke leuk om het gezellig te hebben met iedereen. Maar ik hecht op dat moment en nog steeds niet per se... niet heel veel waarde aan, ik wil populair zijn, ik wil leuk gevonden worden. Maar diep van binnen vindt iedereen het leuk als mensen het gewoon gezellig met je vinden. Wat ik in ieder geval uit die tijd wel heel erg geleerd heb, is dat het er helemaal niet toe doet wat een ander van je vindt. En als mensen je leuk vinden, dan komen ze vanzelf wel naar je toe. En dat is absoluut iets wat ik op de middelbare school echt wel geleerd heb. Want wat ik op een gegeven moment merkte, is dat de mensen die in de eerste klas echt super populair waren... in de derde klas op een gegeven moment gewoon helemaal geen moer meer te vertellen hadden over elkaar. En wat ik me dan nog heel goed kan herinneren, dan had ik bijvoorbeeld aan het begin van het jaar zoiets van... nou, ik vind die persoon bijvoorbeeld niet zo heel gezellig, die dan heel populair was. Nou, dan had ik natuurlijk af en toe wel eens een keer dat ik mijn mond daar niet over kon houden tegen een ander. En dan aan het eind van het jaar, dan was die persoon in één keer ja, helemaal niet meer populair of... ja, dan viel het eigenlijk helemaal weg. En dan zeiden mensen wel eens van, ja, Char, eigenlijk had je wel een beetje gelijk. Dus ik had al best wel heel jong een beetje de, ja, gave vind ik zo raar om te zeggen. Maar zesde zintuig klinkt helemaal weird. Maar al heel snel een beetje het gevoel van, oké, weet je, die persoon vind ik wel fijn in mijn omgeving. Die wat minder. Was ik altijd wel heel erg mee bezig van, oké, weet je, wil ik die persoon om me heen of liever niet? En dan probeerde ik ook gewoon wat meer afstand te nemen. Ook een beetje uit zelfbescherming, maar ook omdat ik die persoon gewoon oprecht geen leuk persoon vond. En ik ben niet zo heel haatdragend. Ik vind eigenlijk niemand echt... er is niemand die ik haat. Maar er zijn ook heus wel mensen die ik niet zo leuk vind. En ja, op de middelbare school leer je op een gegeven moment ook wel een beetje van... oké, wat zijn wel leuke mensen, wat zijn geen leuke mensen. En er zijn ook genoeg mensen geweest op de middelbare school waar ik heel goed mee omging... die ik nu bijvoorbeeld helemaal niet meer spreek. Ja, weet je, dat hoort er gewoon bij. Nou, ik merkte wel heel erg toen ik naar de laatste klas ging, dus dat is de vierde klas als je op het VMBO zit, dat het allemaal een heel stuk makkelijker werd. Ik was eindelijk een beetje gesetteld. En dan zou je denken, na 4 jaar, ja, ik voelde me na 4 jaar eindelijk gewoon mezelf. Iedereen wist wie ik was, iedereen wist wat hij aan me had en het was gewoon veel gezelliger. Wat ik bijvoorbeeld nog heel goed weet is, we hadden in de vierde klas... ik deed dan richting mode en commercie. Je had dan 3 richtingen. Verzorging, mode en commercie en administratie. Ik deed mode en commercie. Wat ik ook echt heel erg leuk vond. Leerde ik heel veel over mode zelf. Maar ook over ja, meer de commerciële kant. Dus echt verkopen en zo. Vond ik eigenlijk ook echt super leuk. Heb ik een hele leuke tijd gehad. En toen had je dus ook economie. En met de hele economieklas kregen wij toen de opdracht. Ook omdat onze docent de voorzitter was van de schoolcommissie. Dus we moesten een schoolfeest organiseren. Of nou ja, vonden leuk om. En dat werd ons dus gevraagd. Nou, toen deden wij dus de Schans Got Talent. Oftewel, we hadden een soort van talentenshow-achtig bedacht. En toen hadden we serieus ook echt voorrondes in de lerarenkamer. Dat mensen dan een optreden gingen doen of gingen zingen. En dat we dan echt een jury hadden die dat beoordeelde. Nou, ik was de Wendy van Dijk. Dus ik mocht gezellig tussen alle kandidaten rondhuppelen...
om te kijken of dat ze een beetje zenuwachtig waren of niet. Nou, dat was echt heel schattig. Sommigen waren echt gewoon van die brugsmurfjes. En anderen zaten gewoon bij mij in de klas. En dan hadden wij onze eigen jury zitten. En dat was ja, gewoon echt super grappig. Ik deed in die tijd ook steeds meer met mensen opmaken. En ik heb op dat schoolfeest en ook eigenlijk bijna al die kandidaten met de voorrondes bijna ook allemaal opgemaakt en zo. Dus toen had ik ook echt al een hele grote passie voor make-up en visagie. En ja, dat schoolfeest kan ik me nog gewoon heel goed herinneren. Van alle vier de schoolfeesten die we dan in die 4 jaar hebben gehad, vond ik dat absoluut de leukste. En ik merkte op die avond ook dat ik echt gewoon heel erg mezelf was. Ik was lekker aan het losgaan en iedereen die een beetje aan de kant stond te hangen, die trok ik op de dansvloer van kom op en gewoon lekker losgaan. Het is het laatste jaar, kom op, niet zo zeiken. En ja, dat viel me ook op de mensen toen zelf ook zeiden van goh, wat ben jij in één keer de gastvrouw vanavond. Ja, dat was gewoon echt een heel leuk schoolfeest. En daar kan ik me nog echt gewoon heel veel van herinneren dat ik daar echt serieus een hele leuke tijd had. Nou, uiteindelijk ga je natuurlijk dan je eindexamen en zo doen. En dan ben je super nerveus of dat alles wel helemaal goed gaat verder. Nou, op zich had ik niet... Ik was zeg maar niet een uitblinker op school, maar ik deed ook niet heel slecht. Vooral wiskunde heb ik op een gegeven moment laten vallen. Want ja, zoals ik al zei, rekenen, dat is gewoon mijn ding niet. Mijn wiskunde leren was echt super lief. Heeft me heel veel tips gegeven en bijles. Maar ja, weet je, als het je gewoon niet ligt, dan moet je het ook gewoon uit de kant gaan, zeg ik dan maar. Dus dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Verder hadden we dan ook Duits. Nou, dat is op zich mijn moeders ding, absoluut. De mijne, iets minder. Ik doe het dan beter in Engels, maar bijvoorbeeld Engelse brieven schrijven, hoe we dat op school leerden, vond ik echt verschrikkelijk. En daar was ik dus ook niet zo heel goed in. En economie, wat natuurlijk ook rekenen is, dat was ook pittig. Maar voor de rest had ik eigenlijk niet echt heel veel moeite met dingen. Nederlands, geen probleem. Geschiedenis, aardrijkskunde, dat soort dingen, ook niet zo moeilijk. Even kijken, wat had je nog meer? Oh ja, je moest dan wel, hoe heet het, met gym ook voldoende halen. Dus de shuttle run test. Oh, vreselijk. Ja, hoe heet het? Ik ben op zich... Ik heb vroeger best wel veel gevolleybald en gedanst. Dus ik was op zich al best wel sportief. Nu heb ik er gewoon ja, weinig tijd meer voor. Ik heb het gewoon altijd heel druk. Maar de shuttle run test was ik altijd heel blij als ik in ieder geval een voldoende had. Want ik wilde al zo snel mogelijk stoppen. Ik vond het echt verschrikkelijk. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Nou, ik heb eigenlijk nog heel veel te vertellen. En ik heb mijn make-up eigenlijk al bijna gedaan. Nou ja, ik maak het nog even af. En ik zal het even iets inkorten. Nou, dat was dus eigenlijk een beetje de 4e klas. Heb ik eigenlijk de leukste tijd gehad van de hele middelbare school. En ja, had daarna wel zoiets van, oké, nu is het eigenlijk gewoon klaar. Ik had vrij snel al gekozen wat ik daarna wilde gaan doen. En dat was dus de Kappersacademie in Rotterdam. En iedereen was daar eigenlijk al vrij snel van op de hoogte dat ik dus al een vervolgopleiding had gekozen. Heel veel echt zeiden van, ja, ik weet niet wat ik wil gaan doen. En kun jij me hier wat tips geven? En op dat moment had ik al vrij snel in mijn hoofd, nou, dat ga ik doen. Daarna ga ik visagie doen. En dan ga ik gewoon lekker naar Amerika of zo, weet ik veel. Dat was een beetje wat ik ongeveer op dat moment in mijn hoofd had. Nou, toen kwam de zomervakantie van 2013. En dat is de zomervakantie en het jaar dat ik dus gestart ben met Char Academy. En dus dit jaar juli, 1 juli om precies te zijn, bestaat Char Academy dus gewoon 6 jaar. Echt bizar. En de afgelopen 6 jaar kun je eigenlijk allemaal zien op mijn kanaal. Dus mocht je nog eens wat meer hierover willen zien, dan kan je absoluut oude video's gaan terugkijken. Wat je vooral zal zien wat veranderd is, is het haar. Dat is echt zeker een dingetje. Qua kledingstijl is er ook wel behoorlijk wat veranderd. En ja, wat ik me in ieder geval nog wel kan herinneren, toen ik begon met Char Academy, vond ik het gewoon vooral heel erg leuk om te doen. En was het echt gewoon een beetje om te kijken van, oké, kan ik dit? Is het leuk? Vinden mensen het leuk? Wordt er een beetje enthousiast op gereageerd? En dan ga je gewoon steeds verder kijken van, oké, wat gaan we nu doen? En nu merk ik, na bijna 6 jaar, dan dat je er veel serieuzer over gaat nadenken van, wat vinden mijn kijkers leuk om te zien? Wat vind ik leuk om te maken? En hoe krijg ik dat balans erin? Want ik wil niet echt de YouTuber zijn die gewoon alleen maar maakt wat een ander wil zien. Tuurlijk ook, want je bent toch wel een content creator. Maar aan de andere kant wil je ook gewoon dingen waar je enthousiast van wordt, zodat je het enthousiasme ook kan overbrengen. En als jullie dan bijvoorbeeld een opmerking achterlaat van jeetje, ben je toch weer heerlijk enthousiast vandaag, dan krijg ik daar zo smel van op mijn gezicht. Dat wil je echt niet weten. Dat is echt zo leuk om te lezen. En ja, dat zijn eigenlijk wel dingen die de afgelopen 22 jaar een beetje gebeurd zijn in mijn leven. Waar ik vooral heel erg van geleerd heb, is dat het komt allemaal wel een beetje vanzelf en uiteindelijk vind je wel een beetje je draai.
Dat je uiteindelijk wel een beetje je draai vindt. Dat je de vrienden die je uiteindelijk, waar je echt wat aan hebt. Waar je voor altijd gewoon leuk mee kan doen. Tenminste voor altijd, in ieder geval voorlopig. Gewoon een fijne band mee hebt. Die komen vanzelf wel. En ik ben dus heel erg een denker. En kan ook echt heel erg gestrest. Echt gewoon heel erg gestrest raken van dingen. Dat ik wel eens denk van, damn, hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik dat doen? En ik heb natuurlijk laatst in de vorige kletsvideo al een beetje verteld hoe het de afgelopen 2-3 jaar is gegaan. Dat was wel een beetje een, ja, dieptepunt vind ik ook zo hard om te zeggen. Maar dat was het wel. Dat was wel de, ja, de, gaat het weer zo heel diep klinken. De zwartste bladzijde uit mijn leven. Maar ik vond het wel echt een tijd waarvan ik heel veel geleerd heb. Waarbij ik ook heel dankbaar ben dat ik het geleerd heb. Maar wat ik vooral merk als ik terugkijk naar bijvoorbeeld ook de oude foto's. En de manier waarop ik ergens kijk en hoe ik sta. Dat ik eigenlijk ook wel heel onzeker was in de periodes dat ik het eigenlijk niet eens door had. En dat je soms wel eens denkt van oké, ik ben echt niet heel erg zelfverzekerd. En ik ben best wel onzeker af en toe. Maar dan moet je voor de gein maar eens terugkijken naar oude foto's. Dan vraag ik me af hoe dat je daar naartoe kijkt. En dan zou je eigenlijk zien dat ook al had je het helemaal niet door op die leeftijd. Je ook heel erg daarmee bezig was. Alleen omdat je niet zo, ja, de maatschappij van tegenwoordig laat ons daar heel erg naar kijken. Wat op zich ook niet altijd verkeerd is. Want zelfreflectie is ook echt heel erg goed. Maar het moet niet doorslaan. En het moet ons wel een beetje met onze beide voetjes op de grond houden. Zo, make-up zit er inmiddels op. Dus dat betekent dat we deze video natuurlijk gaan afronden. Ik vond het vooral eigenlijk heel erg leuk om eerst een keertje terug te kijken naar, een beetje naar vroeger. Ik ben natuurlijk al best wel een iemand die veel zijn persoonlijkheid deelt op dit kanaal. Maar dit is wel echt, best wel heel erg to the bottom of de persoonlijkste video tot nu toe, denk ik. Vooral ook gewoon leuk om voor mezelf later weer terug te kijken. Maar misschien ook leuk dat jullie er wat dingen in herkennen. Ik ben ook vooral benieuwd wat jullie hierover nog verder kwijt willen. Of je nog wat meer informatie wil over vroeger. Stel, jij zit bijvoorbeeld nu in de puberteit en je denkt van, jeetje Charmaine, hoe ging jij vroeger daarmee om? Jeugdpuisjes, de eerste keer ongesteld zijn. Ik bedoel, het hoort er allemaal bij. Dat soort dingen zijn ook dingen waar ik het aankomende jaar ook gewoon wat meer over wil praten. Wat ik meer wat bespreekbaar wil maken. En waarbij ik ook wat meer een hulp, maar ook een beetje een vriendin voor jullie wil zijn. Om te kijken van, hey, weet je, hoe kunnen we elkaar er nou eens in helpen? Om daar gewoon eens lekker met een flow doorheen te gaan. En veel positieve energie aan elkaar te geven vooral. Want weet je, het leven is maar zo kort. Wat heeft het nou allemaal voor zin om elkaar zo af te gaan kraken? En ze zeggen dan altijd, joh, wees niet zo'n wereldverbeteraar. Weet je, verbeter de wereld, begin bij jezelf. En dat is echt serieus iets wat ik dit jaar echt heel erg belangrijk vind om op te gaan focussen. Buiten het feit dat ik er gewoon alles uit wil halen wat erin zit, wil ik ook echt gewoon proberen om in ieder geval op Shark Academy heel veel positieve energie aan jullie over te brengen. En jullie ook echt te motiveren om er echt wat van te gaan maken dit jaar. Dan was dit dus weer de video over de afgelopen 22 jaar met betrekking tot mijn persoonlijke leven. Ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden om te kijken. Dat de foto's die jullie gezien hebben jullie niet te veel hebben gechoqueerd. Want ja, ook ik heb in de puberteit gezeten. Ook ik was een lekkere, flinke, mollige baby. Dus ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vonden om dat te zien. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik je heel graag woensdag weer met een nieuwe video. Tot woensdag. Doei!